Welkom jongens en meisjes, dames en heren, bij een nieuwe video. Vandaag doen we weer Brawl Stars, maar niet zomaar Brawl Stars. Nee, we gaan het namelijk spelen op een mega grote tv. Ik heb het ooit een keertje gedaan op mijn computer, maar ik heb een manier gevonden waardoor ik Brawl Stars kan spelen op een zieke tv en dat het precies gelijk loopt met je tablet. In ieder geval, ik zal het even aan jullie laten zien. Ik heb daar trouwens ook een camera staan, dus dan kunnen jullie mij daar ook volgen. Hallo, in ieder geval, ik heb hier dus mijn iPad. Ik zal het even laten zien. Daar is de tv, nu denken jullie, oh dat valt wel mee qua grootte, maar hij loopt precies tegelijk ongeveer. Zeg maar als ik hier nu op mijn profiel druk, hij loopt bijna synchroon en dat is heel chill, want dat betekent dat ik gewoon op mijn iPad kan spelen en dat ik naar mijn tv kan kijken. En mijn tv is huge, ik zal het even laten zien. Dit is mijn mobiel, dat is een iPhone 8 Plus, dat is nog gewoon kleiner dan rank level 25. Zo groot is deze tv, het slaat hem helemaal nergens op. Ik kan maar even mijn hand ervoor doen. Dit is mijn hand. Die is nog kleiner dan het gezicht van Sandy. Dit is echt insane hoe groot deze tv is. En wat ik dus ga doen is op deze tv Brawl Stars spelen. En dan gaan we kijken of we zo'n victory kunnen halen. Het zou toch ziek zijn als dat gaat lukken. Het enige probleem is wel dat ik mijn scherm momenteel niet kan opnemen. Omdat die gelinkt is aan mijn tv, kan ik het op de een of andere manier niet opnemen. Dus dat is jammer. Dus nou ja, dan moet ik maar met deze camera de tv gaan filmen. En dan hopelijk dat het een beetje goed zichtbaar is. Maar ik denk het wel, maar dit wordt zo ziek. Dit wordt zo ziek. Oké, camera staat. Dan kunnen we in principe nu een potje gaan spelen. We kunnen wel knokbal gaan doen. Dat is leuk. En trouwens, het geluid is ook gewoon via de tv. Dus ik kan het geluid knijter uitzetten. Oh joh, dat is echt heel hard. Oké, nee, dat moeten we niet hebben. Trouwens, dat dingetje in de tv, dat is een soort van wijzer. Maar dit is wel echt heel insane. En als jullie trouwens zin hebben in deze Brawl Stars video, smash even dat duimpje omhoog. Zouden we de 5000 likes kunnen halen, dat is heel nice. En als dat gaat lukken. En abonneer natuurlijk, blijf je op de hoogte van al mijn mobiele game video's. Maar in principe kan ik mijn iPad gewoon zo vasthouden. Ik hoef niet te kijken naar mijn iPad. En kan gewoon naar het scherm kijken. En dan moet ik dan daar gaan kijken wat er gaat gebeuren. Dit is geniaal, dit is geniaal. Oké, let's go. Het lekt wel een beetje het spel. Ja, het valt trouwens ook wel mee, Oké, let's go. Het werkt gewoon dit werkt gewoon. Oké, jammer dat mijn teammates wel meteen nooit gingen, maar het zou kunnen werken. Oké, maar dit gaat geen goal worden. Ze gaven het ook al gewoon op mijn teammates, ze deden gewoon helemaal niks meer. Nou, ik heb een vaag vermoeden dat dit niks meer gaat worden. In ieder geval, dat weet ik bijna wel zeker. Maar dit is wel echt geniaal op zo'n groot tv. Ah, shit. Oké, nu ben ik wel dood. Dat is dan wel jammer, hè? Oh, lol, die Poco. Ja, maar nu gaan ze alsnog scoren. Lol, dat duurde echt mega lang voordat ze gingen scoren. Yo, echt dik verloren geworden het eerste potje. Oké. Deze gaan we snel vergeten. Doen we even potje solo showdown. Dan ben je ook niet afhankelijk van teammates. Dan is het gewoon puur je eigen ding. En hopelijk gaat het dan wat beter. Solo showdown. Ja, let's go. Dit zou zo geniaal zijn als ik op deze manier een potje kan winnen. Alleen acht ik de kans zo klein dat we gaan winnen. Maar je weet het niet. We gaan het proberen. Het spel, ja, het hapert wel iets. Dat is dan wel jammer. Ik had, volgens mij, ja, op de iPad loopt hij wat soepeler als op de tv. Maar hij loopt wel gelijk. Dus als jij schiet, dan schiet hij op de tv ook. En het zit hier een Colt. Oh lol. Die zat er heel eventjes niet achter. Kunnen ondertussen hier deze openen. Oeh, daar is ook een Dynamike. Kijk, dat is het chillen, omdat het gelijk loopt. Dan kan je gewoon snel reageren. En die knopjes, die vind je wel automatisch met je vingers. Dus dat is ook een voordeel. Oeh, daar is die Dynamike weer. Ja, die kan ik nu misschien hebben. Oeh, die was heel bijna dood. Kunnen we even kijken of die kunnen pushen. Ja, dat was weer een hit. Want dan gaat die Dynamike doen. Ja, top. Ik zal hier even mijn onzichtbaarheidsspreuk doen. Oh, hij lekt nu wel een beetje. Uh-oh. Maar we kunnen die Colt pakken. Jammer. Ik heb gewoon al 2 kills gemaakt dan met deze manier. Gewoon niet naar mijn iPad gekeken, alleen maar naar de tv. En we hebben gewoon 2 kills. Nice. Oké, wat gaan we doen? Ik ga wel even bovenlangs, want anders moet ik zo meteen die jump nemen. En dat is ook niet heel fijn. Oké. Er zit een Colt dus en een Bull. Die Bull die heeft nu wel een probleem. Die zit daar nu niet heel chill. Wat gaat hij doen? We kunnen even kijken. Oh, nu moet ik wegwezen. Oh, joh, het spel lekt. Dit is trouwens ook op mijn iPad. Dit komt niet door de tv.
Dit is echt bizar hoe slecht het spel lijkt. Oh, ik hoop echt dat ik een victory kan halen. Ik zou het echt geniaal vinden. Oké, af en toe heb je dat. Gewoon van die lag aanvallen. Oh, die cult kunnen we misschien hebben. Nee, oké, net niet helaas. Maar die boel heeft hem, dus dat scheelt. We zitten wel in de top 4, dus dat is nice. We krijgen sowieso plus trofeeën. Ik heb het idee dat daar in het midden ook nog een cult zit. Maar dat weet ik niet zeker. En dat is een beetje het probleem. Ik weet het niet zeker. Oké, come on. Die bol. Oh, ja. Dit zou gewoon kunnen lukken. Ik zou even mijn onzicht... Oh, shit. Dat is het nadeel. Ik zie de knopjes soms niet zo goed. Ja. Nice. Ik moest alleen even naar mijn scherm kijken om mijn super in te zetten. Want ik zat zo te drukken. Ik wil mijn super in zetten. Maar dat lukte gewoon niet. Ik heb gewoon de victory gehaald. Door gewoon naar de tv te kijken. Dat is toch wel echt heel geniaal. Had ik niet verwacht dat dat zou lukken. Want ja, je moet toch wel even die knopjes zien te vinden. En je gadget inzetten is bijna helemaal onmogelijk. Maar we doen even een andere knokker. Wat is een moeilijke knokker met hoge uitdaging? Ik denk Colt. Voor Colt moet je echt goed mikken. Maar Bee kan ook, Pipe kan ook. Maar we doen even een potje met Colt. Colt is echt zo'n knokker waar je gewoon perfect mee moet mikken. Omdat hij best wel een afstandknokker is. En dan gaan we echt checken of het een beetje goed werkt. Zal ik dan solo showdown blijven spelen? Of belegering is ook wel leuk. Nou, ik denk dat solo showdown op dit moment het handigst is. We doen gewoon even een potje met Colt. Solo showdown. En dan kijken of we nu nog kunnen winnen. Dan wordt dit het laatste potje van deze video. Of als we heel slecht spelen, het ene laatste potje. Ik wil wel goed afsluiten, zeg maar. Oké, let's go. Het voordeel is wel dat je de kistjes natuurlijk kan auto-aimen. Daarvoor hoef je niet te mikken. Donners, dit is echt moeilijk. Ik had hem wel ziek. Ik had hem wel gewoon bijna. Wow, yo, dat was wel echt nice. Oké, ik ga nu wel eventjes weg. Want ik ben nu bijna dood. Oké, we kunnen nu misschien hier wel weer een beetje gaan pushen. Want ik wil namelijk die krachtpunt hebben. En die wordt gejat door Jesse. Ja, wat ga je lachen dan? Of een smiley. Ik wil dan... Ja, oké, ik heb wel wat iets kunnen doen. Ik moet even mijn super krijgen. Dan kan ik door die muurtjes heen schieten. Dat zou wel chill zijn. Ja, ik heb mijn super. Wat gaat die Jesse doen? Dan kan ik misschien nu mijn super inzetten. Ah, joh, dat was heel schil. Maar ja, het is dus ook gewoon een stuk moeilijker hier op de tv zo. Weet je, het ziet er allemaal wel heel leuk en aardig uit. Maar eigenlijk kan je toch nog beter op je iPad spelen. Maar toch heb ik op deze manier victory gehaald. En dat vind ik al heel nice van mezelf. Als het goed is, is daar een Mortis. Als het goed is, hè, weet ik niet zeker. Want ik denk dat hij ondertussen alweer weg is. Ik neem het risico. Ja, hij was al door naar de andere kant. Oh, er zitten twee Mortissen. Sowieso dat die aan het teamen zijn. 100%. Ik ga wel even checken of... Ja, ik neem het risico. Ik ga hier in het midden in de bosjes. Dat risico nam ik dus. Yo, een boel met 10 krachtpunten. Ja, ik dacht, als ik links blijf, dan gaan die twee Mortissen sowieso op mij. Dan ben ik ook de lul. Dus ik dacht, nou, ik probeer het nog een keer. We doen nog één laatste potje. Dan doen we even een andere game mode. Gewoon even nog tot slot één andere game mode. Dan doen we wel belegering. Ik vind belegering wel echt een leuke game mode. Maar is dan... Ja, misschien moeten we dan wel met andere knokken spelen. Nou, weet je wat, boeien? We doen het nog een keer met Colt. Dan wordt dit echt het laatste potje. Laatste kans op eventueel een victory op de TP. En 3 vs 3 kan helpen. Het eerste potje helpt het niet, want toen had ik echt noob teammates. Maar ik heb wel een potje solo showdown gewonnen. Dat is wel nice. Oké, even hier wat hits. Ja, dat was even heel lekker. Even hier nog wat hits. Ja, shit. Oké, shit. Ik ben on fire. Oké, nu moet ik trouwens even uitkijken. Ik ga gewoon wat auto-aimen. Dat helpt ook best wel eigenlijk. Ik hit ze nog best wel vaak op die manier. Alleen mijn gadget, die wil ik eigenlijk nog inzetten. Oeh, dat waren een paar grote hits op M's. En ja hoor, die heb ik al. Donders, ik ga als raket. Oké, nu moet ik trouwens al wegwezen. Die Daryl, die gaat gewoon dood. Oké, dat was niet heel slim van Daryl. Oké, deze kan ik hebben. En dan kunnen we nu hier even gaan pushen. Oh, dat was bijna Dynamite. Ah, dat was stom. Die had ik moeten hebben. Dat was niet heel goed gespeeld van mij. Natuurlijk speel ik ook op een tv die een beetje lekt. Maar alsnog had ik die moeten hebben. Die Colt, die kan ik nu ook hebben. Ja, top. Kan ik in ieder geval dit schroefje pakken.
Ik denk dat het een gelijk spel wordt. Of, ah, shit, daar ging ik alweer. Nee! En ik had mijn schroefje niet eens te pakken gekregen. We moeten nu tegen een robot van level 5? Op zich kunnen we die nog wel hebben, denk ik. Denk het wel. Ik kan gewoon dubbel hits doen en dan kan ik mijn gadget... Oh ja, ja, nice! Ik wist mijn gadget gewoon te vinden zonder dat ik keek. Oh, dat is wel echt heel nice. Oké, okay, dan is die Ems ook dood. Dus dat is chill. Die Daryl die gaat sowieso zo meteen... Of Dynamite, die gaat sowieso hits doen. Wat? Oh, hij zette zijn gadget in! Ik dacht al, ik kon niet bewegen, maar dat was zijn gadget. En ze hebben nu alweer 4 schroefjes, ze hebben 5 schroefjes. Oh, dit wordt heel spannend. Deze moeten we winnen, anders zijn we de lul. Ik zal hier... Ah, nee! Oh, dit wordt hem niet weer. Dit wordt hem niet. Ja, onmogelijk dat we dit nog gaan winnen. We staan ook achter qua aantal damage op onze kluis, zeg maar. Dus dit gaat hem niet worden. We kunnen het eigenlijk net zo goed opgeven. Maar we zijn niet van het opgeven, hè. Altijd door blijven strijden. Niet dat het nut heeft. Nee, het heeft geen nut. Oké, nou, is die anders. Dan laat ik die bij voor deze video. We kunnen nog wel verder spelen, maar echt heel veel nut heeft het niet. Maar dan wil ik jullie wel bedanken voor het kijken. Als jullie dit nou een leuke video vonden op de iPad en op de tv, laat natuurlijk allemaal dat duimpje omhoog achter. En misschien dat we in de toekomst ook wel vaker van dit soort video's kunnen doen. Dat we gewoon op de tv een mobiele game gaan spelen. En dan hebben we eigenlijk best wel wat voordeel. Alleen met Brawl Stars werkt het helaas niet echt. Maar dat was het voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later baten. Als je dit nou een leuke video vond, druk dan even op de video die hier tevoorschijn komt. Het is een soort gelijke video, dus waarschijnlijk vind je die ook wel leuk. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hier. Dat is een abonneerknopje. Dan kan je abonneren en dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!